waren bij de sneaker. Ja, een prachtig voorbeeld ook van de circulaire economie. Ja, ja. De kringloop-economie. Hoe is het gesteld met de circulaire economie in Rotterdam? In Rotterdam, ja. Dat is eigenlijk, het wordt steeds meer een belangrijk aspect binnen Rotterdam. Wij zitten zelf ook in Blue City 010, dat is het voormalige Tropicana zwembad. En circulaire economie, dat is eigenlijk altijd een manier vinden hoe je dus inderdaad met restproducten weer tot een nieuw product kan komen en die cirkel compleet proberen te maken. En dat doen we onder andere ook binnen Blue City. Daar heb je ook bedrijven zoals Rotterzwam zitten, die dus van koffiedrap zwemmen kweken. En dat koffiedrap komt van de Aloha Bar en die zwemmen worden vervolgens weer verkocht bij de Aloha Bar. Nou, dan is je cirkeltje wel compleet. En Rotterdam, ook met Blue City, dat is eigenlijk een beetje het innovatieve circulaire economie hub van Rotterdam, nu midden in het centrum. En het stimuleert wel echt mensen om na te gaan denken van wat ze nog meer met reststromen kunnen doen. Want uiteindelijk zijn wij ook vanuit een reststroom gaan werken. Ja. En er kan dan wel iets moois van gemaakt worden. Nou, mooi. Waar zie je jezelf over 10 jaar bijvoorbeeld? Nou ja, Rotterdam blijft natuurlijk nog wel heuvelbasis. Het gaat niet opeens voetballer Amsterdam worden ofzo, dat doen we niet aan. Maar het is natuurlijk wel zo van, we hebben een heel potentieel rijk idee. En het fruitafval, dat is niet alleen een probleem dat binnen Rotterdam blijft. Dat is wereldwijd. En uiteindelijk is het ook van in de landen waar het fruit echt vandaan komt, daar zijn de problemen nog groter. Dus, uiteindelijk als we het zover kunnen krijgen, als de doorontwikkelingen nog verder zijn, want er zijn nog een paar kinderfoutjes die echt beter moeten, zoals waterdicht, dat zijn wel belangrijke dingen, helemaal in Nederland. Maar als we eenmaal zover zijn, dan kunnen we dus inderdaad gaan kijken, kunnen we het in het buitenland ook gaan produceren? Want dan verklein je nog meer je carbon footprint, die wordt dan nog kleiner, want dan doe je het echt op locatie zelf waar het probleem zelf echt ontstaat. En, ja. Dat zijn wel weer ambities waar we uiteindelijk naartoe willen gaan. Ja. Nou, en wat kan je nog meer maken? Want ik zie hier schoenen, een lap leer, wat zou je meer kunnen maken? Tassen? Tas zou inderdaad wel een ding kunnen zijn. Maar zoals ik zeg, bepaalde jackies? Eigenschappen. Jackie zou, is ook, kijk, maar dat is het hele ding. Dit is voor de schaap, maar. Maakt me even niet uit. Binnenkort is hij misschien van fruit leer, deze, dat weet me nooit. Maar uiteindelijk zien wij het zo van, als wij echt die eigenschappen kunnen verbeteren en die sterkte kunnen aanpassen, die waterdichtheid, dan alles wat leer bevat, kan in onze ogen in principe worden veranderd naar fruit. En dan hebben we dus over schoenen, jackies, autobekleding, stoelenbekleding, meubels, noem maar op. Wandbekleding, zeg maar, the sky's the limit. Maar wij houden ons bezig gewoon met het leveren van het leer zelf. Ja. En welk product eruit wordt gemaakt, dat laat ik aan de professionals over. Ja, mooi. En we zijn op het Future Flux Festival. Jullie staan hier in Fab City, Ja. Hier achter ons. Heb je al een beetje rondgeneusd? Heb je al dingen gezien ja. die je nog niet hebt gezien? Je zit natuurlijk in een bepaalde scene, maar heb je ook dingen gezien? Ja, het is. Het is nieuw. Nee, ik ben sowieso nog even van plan om mijn eigen hoofd te laten 3D printen. Dat lijkt me wel grappig. Maar er is natuurlijk ook veel initiatieven. Ook Better Future Factory zit hier. Die zijn ook heel erg goed om innovatieve projecten juist naar een meer machinaal proces te veranderen. Dus daar ben ik even gaan kijken. En daar heb ik ook wel goed contact mee. En ik vond die Space Iglo vond ik wel heel erg tof. Het is gewoon leuk om te zien hoe er inderdaad innovatieve materialen zijn. En wij hebben hier ook onze samenwerkingspartner, die is hier ook aanwezig. Dus het is wel gezellig zo met z'n allen. Gezellig, maar is zo'n festival nou ook goed voor de stad Rotterdam, denk je? Ja, kijk, je moet er... Het is een lastige vraag, want het is inderdaad ook van... Wat haal je uit het festival zelf? Dat is vaak van de mensen die hier staan. Die, voor hun is het voornamelijk goed. Maar het is ook natuurlijk dat in zo'n festival, dat houdt snel op, weet je wel. Dus je moet persoonlijk, naar mijn mening, moet je er zelf echt voornamelijk je eigen slag eruit slaan. En wat jij dan vervolgens kan leveren aan de stad Rotterdam, dat is dan, weet je wel, dat is dan echt waar de verandering komt. Maar met zo'n festival is het gewoon, je hebt de mogelijkheid om te gaan netwerken. En dat moet je dan ook doen, zodat je jouw echte plan ook in de praktijk kan toepassen en dan wordt het echt toepasselijk voor de stad zelf. Ja, dat, mooi. Laatste vraag, wat ga je straks doen? Wat ik straks ga doen? Ik denk eerst even een biertje drinken en dan weer terug naar mijn stand. Ja, juist. En dan morgen weer, hè? Ja.
Hey, hartelijk bedankt dat je er was. Dit was Hugo van Fruit Leather Rotterdam. Ik ben heel benieuwd waar je over 10 jaar staat. Wij ook wel, eigenlijk.